Dit is een heel erg leuke snack om te maken voor een feestje. Echt iets anders dan het traditionele borrelnootje. Laat eerst de kikkererwten goed uitlekken en dep ze dan droog. Dan gaan ze in de kom, dan gaat wat olie bij. Dat schep je goed om, totdat de kikkererwten rondom bedekt zijn met een klein beetje olie. Dan gaat daar de chilipoeder bij en de paprikapoeder. En maak ze dan zo pittig als je zelf wilt. Schep goed om. Dan bekleed je een bakplaat met bakpapier. Daar stort je dan de kikkererwten op en verdeel ze goed. En dan bak je deze af in 30 minuten op 220 graden in de oven. Wanneer na de baktijd de erwten nog een beetje zacht zijn, kun je ze nog 5 minuten langer bakken totdat ze krokant zijn. Dan strooi je ze dan eventueel met zout en je hebt een heerlijk borrelhapje.